Hey beste kijkers van De Geweldige Kaas. Welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Comes Alive. En het is hier zo fijn, het is hier gezellig toch, Sylvia de Farmer. Oh wacht, ik ga nog eventjes iets kleins doen, wat natuurlijk wel belangrijk is. Ik zet eventjes de taal op Nederlands, want dan begrijpen mensen er meer van. Of wij toch. Kijk, nu zijn ze Engels en dan zeg ik iets. En dan zeggen ze opeens Nederlands. Dat is grappig. Ik heb heel veel leuke ideeën van jullie binnengekregen. Die ga ik voorlezen. Of gewoon reacties over het algemeen eigenlijk. Ik ben nog steeds verkouden, maar dat is binnenkort over. Ik beloof het. Of ik heb een heel eigen ziekte. Dat kan trouwens ook. Je weet het nooit tegenwoordig. En ook wel mods heb ik nog geïnstalleerd. En dan gaan we eventjes kijken hoe het daarmee gaat. Oh, John de Priester, die vraagt mijn aandacht. Hoi John. Hoe gaat met dich? Hey, ik wil weten. Oké, 142. Mooi. Oké, laten we beginnen met de mods. En dan wil ik ook tegelijk eventjes gaan uittesten of ze werken. Ik heb de deconstruction. Oh, wacht. Dat doe ik dan eventjes in een nieuwe wereld. De deconstruction mod. Wacht hoor. Standaard. Wacht even. Er zit een bonnetje licht op mijn toetsenbord. Stom. Mods test. En dan gaan we die eventjes testen in deze wereld snel. Gewoon om te kijken of ze het doen. Want Dynamic Lights, die mod, die doet het niet. Jammer genoeg. Ja. Gewoon volgende. Ja hoor. Het is allemaal goed. Oh nice, een village. Ik ga er eventjes naartoe. Het is gewoon gezellig. Kijk, daar zijn ook zulke mensen. Gezellig, gezellig, gezellig. Die vallen altijd in die put. Aurora. Jij moet nieuw zijn hier. Ja, maar ik ga iets testen. De Deconstruction mod heb ik. En wat doet dat? Ik heb geen flauw idee. Laten we eventjes kijken. Hier hebben we een boek. Crafting Guide. Kijk, die doet het al. Dat is die Crafting Guide. Maar die deed het de vorige keer ook al. De Deconstruction mod. Doet dit. Hij doet het. Yes. Kijk, en wat het doet is je maakt dit. En de Crafting Recipe weet ik eventjes. Ja, die weet ik nog. Laat ik eventjes kijken. 5 zo. Dan 2 iron. Een diamond. Jammer genoeg. Heel duur. En dan dit. En dan, kijk, zo maak je hem. Hier een diamond, hier een crafting table, hier een soort bootje. En dan volgens mij dit. Kijk, dat is de deconstruction table. Zo. En wat doe je dan? Dan zet je er iets in. En dan klik je erop en dan krijg je de spullen terug. Handig, hè? Kijk, bijvoorbeeld. We doen zo 4 planken erin. Hier, erin. Dan krijgen we een blok hout terug. Dat is gewoon anti-crafting. Dat is super handig. Ook bij die piston is ook een heel goed voorbeeld. We doen die piston erin. En we krijgen de voorwerpen terug. Handig, hè? Nou, hallo, hoe kan ik u helpen? Niet, ga maar weg, doei. We hebben ook colorful tools. En ik ga die eventjes testen. Zo. Ik weet niet hoe ze. Volgens mij hebben die de vorige keer al getest. En deed hij het toen niet. Dus ik vind het spannend. Oké, wacht. Waarom eigenlijk een roze zwart? Zo. En dan die in het midden. Oké, dat doet het dus blijkbaar niet. Dat is wel jammer. Voor de rest, heel fijn. Heel fijn. Dynamic Lights is met een torch. Zoiets van, oh, het geeft licht. Maar dat doet het niet. Dus die helpt niet. Die doet het niet. Inventory Tweaks. Heel handig. Kijk. Gaan we even naar een kist toe. Want in een kist kun je dat goed laten zien. Wacht hoor. Dan pak ik een kist hier zo. Maar volgens mij doet hij het niet. Eerlijk gezegd. Oh jawel. Daar is hij. Kijk, deze knopjes die zorgen dat het wordt gesorteerd. Zo verticaal. Horizontaal. Of nog meer dingetjes. Dat is de sorting mod. Dus inventory tweaks. En de rest hadden we al. Dus dat is eigenlijk gewoon alles wat ik wou laten zien. En dan gaan we vanaf nu eventjes reacties bespreken. De aflevering die is vandaag online gekomen voor mij. Dus ik heb wel afleveringen of reacties kunnen ontvangen. Maar niet al te veel. Maar wel genoeg om blij te zijn. Dus dat is altijd handig. Ondertussen ga ik eventjes het huis afbouwen. Met een goede suggestie die we hebben gekregen. Maar die komt zo meteen pas aan bod met het voorlezen. Jammer genoeg voor Guido. Oké. Nice. Dus. Wacht, eventjes die pagina refreshen, want er zijn meer reacties, dat weet ik. Oh, geluid. Oké, nice. We beginnen met
Mohammed Hamid die zegt first. Sorry Robin. Ah, maakt niks uit joh. Ha, gezellig. Ha, ja. In ieder geval, wat hij wou duidelijk maken is dat hij de eerste reactie had. Niks tegen hebben, mag gewoon van mij. Mensen, als mensen dat leuk vinden, dan moeten ze dat gewoon lekker reageren, toch? Niemand heeft er last van. Hey, it's Guido. Nu komt er een lange, heel lange reactie. En dat is wel een paar hele lange. Heel erg bedankt voor de tip. Aha, je hebt mijn idee in de video gezet. Nou ja, dan kan je mij ook op de lijst zetten voor de mensen die een kind van jou willen zijn. Ik ben een jongen en mijn naam is Guido. Je kan ook, als je iets verder bent, een monarch worden. Leuk. Oh, ik moest slapen. Waar is mijn bed? In een huis toch? Ja, waar? Ik weet het niet meer. Moeilijk multitasken eigenlijk hoor. Je kan ook als je verder bent een monarch worden. Daar heb je wel wat duurdere erts voor nodig. Oors dus. Maar je kan wel mensen executeren en ze moeten doen wat je ze vraagt. Dat is handig. Ook nog even een tip. Laat niet je kinderen jagen of minen, want dan gaan ze waarschijnlijk dood. Dus doei. Dus toen vroeg ik me af, hoe kan ik een monarch worden? Zover ik weet moet je een kroon maken. En volgens mij ook de andere kleren hoor. En die zet je dan op je hoofd. Dus gewoon een hoedje, net als een iron head, maar dan een kroon. En als je dan op villagers klikt, staat er monarch. En dan kan je ze meer dingen laten doen. Wat hij ook nog zei is... Oh ja, misschien nog een idee voor een dak. En dat ga ik nou doen. Een farm voor je suikerriet. Yes, Nederlands. Of een kooi met een bedje voor de villagers die stom tegen je doen. En dan martelen. Ja, geniaal idee. Moet ik echt zeggen, eerlijk gezegd. Moet ik eerlijk gezegd echt zeggen? Ja, een grappig idee. Humor. Of een beetje toch. Oh ja, en je hoeft niet heel lang te wachten om monarch te worden, maar je moet wel diamanten hebben. Dus dat duurt wel lang. Langer dan dat je zou verwachten. Dus heel erg bedankt Guido voor de tips. We hebben er echt veel aan, dus blijf vooral kijken en goede ideeën krijgen alsjeblieft. Want daar hebben wij en de kijkers heel veel aan. En natuurlijk jij zelf ook. Ik ga nog een birchwood boom hakken, zodat ik dat birchwood kan gebruiken voor het huis nog. Wout, ook natuurlijk een hele leuke reactie. Dit is echt een leuke serie. Bedankt Wout, ik vind het zelf ook heel erg. Ik vind het echt een hele leuke serie. Ik hoop dat het lang blijft, want ik ben bang dat ik het ooit beu ga worden. Maar komt goed. Ik doe mijn best om het leuk te houden. Mohammed Hamid zegt... Robin, je hebt met Holly genoeg hart... Oh, dat is een lange reactie. Genoeg hart om te kunnen trouwen. Je moet een ring maken. Er zijn twee verschillende ringen. Eén waarmee je een vrouw om haar hand kan vragen, dus een verloving. En eentje is voor de dorpelingen bedoeld. Dus je kunt ze ook onderling laten trouwen. Eén ring is wel duur qua resources, maar het is het waard. Je kan ze ook vrienden laten maken. Stel je voor, je kan ook zo vrienden maken. Stel je voor, één van de dorpelingen is een farmer. Geef hem haar een geschenk, als geschenk een hoe. Ik zit echt Minecraft te spelen in mijn ooghoeken, want ik moet voorlezen. Een aardappel en zo. En dan kan je bij elke taak een dorpeling doen. Miner, farmer en zo. Hoop je hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Oké. Liefs Mohammed. Dat is ook mijn naam voor een van je lieftallige kinderen. Dankjewel Mohammed voor de fijne tips. Daar is nog een reactie van Bente Pernot. En die zegt... Nice Robin. Oh ja, zet alsjeblieft Dynamic Lights erin. Is super handig. Is een goed idee. Gaan we zeker doen. Overwegen. Wordt heel fijn. Ik denk dat dit heel mooi wordt met sugarcane op het dak. Echt waar. Super leuk idee. Ik heb echt al 2 jaar zit ik te wachten. Zondag is het kanaal 2 jaar oud. Ik zit echt al 2 jaar te wachten op het moment dat er echt veel tips en suggesties komen voor de aflevering. Lijkt me, heeft me altijd al leuk geleken. Dus nu is het zover. Daar ben ik heel blij om. Ik ga even op pauze doen, want ik voel mijn neus vol zitten, maar dat hoor je ook wel. Verkoudheid. Zo, mooi. Nog steeds is het is niet echt verbeterd, maar goed. Verder. Nog een paar reacties. Just Jasper Gaming, die zegt...
Ja, wat zegt hij eigenlijk? Ik voel me echt heel raar met mijn stem zo. Ik vind het niet zo lekker. Het is echt wachten tot ik niet meer verkouden ben, want dan klinkt het ook veel leuker. Wacht, ik moet wel een trap hebben naar boven. Misschien een ladder. Is wel goed. Of een gewone trap. Nee, ik doe een ladder. Jasper die zegt van Just Jasper Gaming, die zegt, hey, leuke video. Zou ik hem een keer misschien mee mogen doen? En een video van jou. Maar ik heb natuurlijk gezegd van nee, dat gaat niet gebeuren. Mensen doen niet mee in mijn video. Het spijt me. Ik vind alleen opnemen gewoon het leukst. Maar ik heb pas overwogen om eventueel mensen bij me, ja, bij andere mensen in een video te komen. Dus voor hun kanaal. Voor mijn kanaal wil ik het echt bijna alleen maar bij video's houden waar alleen ik in ben. Heel erg eventueel iemand anders, maar daar moet echt een super goede reden voor zijn. En Harm is natuurlijk een uitzondering. Alleen, ik zat te overwegen om misschien als andere mensen video's maken en die willen mij eens te gast hebben. Per se, omdat ze dat zo graag willen. Wat ik me niet kan voorstellen. Maar het is blijkbaar is het wel zo. Dan mag dat natuurlijk. Dus, alleen weet je wat is? Ik vraag je dan wel één iets. En dat is wel gelijk opnemen. Dus niet zo van, zullen we iets afspreken om op te nemen? Nee. Als ik, of ik kan opnemen of niet. En ik wil geen planningen maken. Het spijt me, ik haat planningen maken. Echt waar. Want dan zit ik altijd de hele tijd te denken aan, oh ja, ik heb nog een planning. Oh ja, ik moet dat nog doen. Oh ja, leuk. Of ja, juist helemaal niet leuk. Dat kan ook. Dus ik, ja, ik weet niet. Dus gewoon van, dan stuur je mij, dan vraag je mij gewoon gelijk, kunnen we nu opnemen? Dan zeg ik ja of nee. En als nee is het jammer, maar dat komt wel goed. Dus gewoon, oké. Okay. Lekker snel bezig zijn. Gelijk opnemen. Als het niet erg is. Goed. Dat was eventjes prioriteiten stellen. Hè? Gaming met Dean zegt: Dean is mijn naam. Gebruik hem. En dat gaat zeker gebeuren. Ik vind Dean een hele leuke naam. Echt waar. Het is alleen jammer dat ik het zo moeilijk kan uitspreken. Ik vind Dean. Het is eigenlijk gewoon Dean, toch? Of Dean. Moet ik het meer met een Engels accent? Dean. Of Frans. Dean. Dean. Nee. Zeg het maar. Of reageer. Dan kun je niet echt reageren naar een uitspraak. Of wel? Ja, als je heel creatief bent, dan lukt dat misschien wel. In ieder geval, sorry, meneer D, als ik het verkeerd heb uitgesprochen. Maar dan in Nederlands. Uitgesproken. Ja. Oké, het dak is af. Toortjes ophangen. Zo. Dat is wel goed, denk ik. En dan gaan we nu naar boven. Gaan we zand hier zo inleggen. Hier komt. Wacht. Ik moet er ook hekjes op doen. Ik denk dat ik dat van stone ga doen. Die hekjes. Dat lijkt me wel leuk. Ik ga trouwens op deze verdieping ook nog een crafting table neerzetten. Dat is altijd handig. En dan ga ik die gebruiken. Oké. Okay. Nice. Ik wou nog iets zeggen, hè? Ik weet niet meer wat. Gaming met Dean. Dean is een leuke naam. Meneer D. Sorry dat er hier komen zand. Oh ja. Ja. Ik weet het weer. Handige tip. Oké. Okay. Of ja, het is niet echt een tip. Hier komt een bad. Hier komt dan zand. Met sugarcane. Hier water. Zand, zand, water. Zand, zand. Water. Ja, dus dan moeten we 1, 2 keer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 14, 28 en 6 is 34 zand hebben om dat goed te kunnen vullen. Nou, dat komt goed. Kan ja, maar goed. Of niet? Oké, en dan gaan we nog eventjes verder die hekjes omheen zetten. Nice. Het gaat goed. Ik vind het een leuk huis. Echt waar. Waarom zou ik het liegen? Ja, misschien omdat de aflevering dan beter is. Het is wel een goede truc, ik ga het onthouden. Truc. Ja. Oké. Dus, zand 34. En dan ook nog 34 sugarcane natuurlijk. Maar dat zijn we al een beetje aan het farmen. Dus dat gaat goed lukken. Ik ga eventjes naar mijn huis. Zand halen. En als ik daar. Nee, ik ben niet nieuw hier. Als ik daar geen zand heb, dan ga ik. Hier is Holly. 220. Ik kan daarmee trouwen, hè? Blijkbaar. Ik moet dus. Nee, het is Robin, mijn beste vriend.
Ja, maar weet je wat het is? Kijk. Dit gaat goed. Even goed praten. Kijk, en als ik dan communiceer, flirt doe, dat vindt ze niet leuk. Ben ik van goud gemaakt? Want jij kan me niet krijgen. Dat zegt ze. Dus ik vraag me af, kunnen we dan nog steeds gaan trouwen, eventueel? Ik weet het niet. Ik vind het raar. Maar goed. Justin, hey, speciaal mijnbouw. Oké, okay. Ik wil hem wel laten minen, maar weet je wat het is? Weet je wat het is? Nee. Ik wil hem wel laten minen, maar ik heb geen zin meer om naar beneden te gaan. Ja. Kom maar goed. Justin, ik heb nog een taak voor jou. Maar nou niet. Hey Sylvia, hoe gaat het met jou? Misschien kan. Kan ik met haar flirten of niet? Want zij lijkt me ook leuker dan Holly. Flirten? Ah, dat. Heb jij niet al een partner? Nee. Eigenlijk helemaal niet. Oké. Okay. Nou, Penny. Oh, ik dacht dat het Sylvia was. Wauw. Nou, dan wordt het Penny de boerin. Onze vrouw. Hey, jongens. Er bloeit hier iets op. Oké, okay, wat gaan we doen? We gaan naar binnen. In ons huis. En dan gaan we eventjes wat spulletjes wegleggen. Hey, Justin. Yo. Wat? Min 5? Ik ga je een geschenk geven. Alsjeblieft. Ah. Goed. Oh, stoppen met volgen. Wauw. Oké, okay, wat gaan we doen? We gaan dit doen. Weg, 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 weg. We hebben allemaal niet nodig. En dit gaan we smelten. Oké, okay, en wat we dan meenemen is zand. Zand hebben we niet. Oké, okay, dan gaan we naar buiten. En dan in het meer gaan wij de sugarcane halen. En ook het zand. Ik weet niet waar het precies is, alleen. Dat is wel jammer. Hier hebben we wel veel zand. Dat gaan we hier zo halen. 34 hebben we nodig, hè? Oké, dat komt helemaal goed. Dat kunnen we wel regelen. Ik ben alleen de sugarcane kwijt. Maar dat komt allemaal goed. Het zijn kleine probleempjes die we makkelijk kunnen oplossen. Gelukkig maar. Wat als echt het sugarcane helemaal weg was? Oh, moesten we nieuw zoeken en zo. Verschrikkelijk. Precies 34. Dat is prachtig. Wat een toeval toch. Volgens mij is sugarcane richting daar. Of in ieder geval aan de rand van de stad ergens. Maar wel. Dat je een stukje moet voorbij lopen van ja, een stukje gras. Ach ja, we vinden het wel eventueel. En anders is dat gewoon jammer, hè? Hier stukjes farm. Volgens mij is het richting daar, want daar heb ik ook hout gehakt en zo. Hier niet. Hier niet. Wat? Waar is het? Oh, daar! Ik zie het al. Yes! We hebben nog een melding! Het is voor Minecraft Comes Alive. Ik ben nieuwsgierig wie het heeft gereageerd. Oh, dat is reclame. Thomas Feijen. Ik ben Thomas en ik wil een van de kinderen zijn. En ik heb die video van Thomas. Oké, gezien. Hij kan echt supergoed parodies maken. En toffe video. Dank je, Thomas. Live gereageerd. En dan gaan wij eventjes. Hier zo. Oh ja, dat is mijn achtergrond. Van Smeris. Natuurlijk. En Jurk ook. Gaan wij Thomas erbij zetten als kindernaam. Zo. En dan gaan we terug. Opnemen. Oké, pak een sugarcane. Volgens mij is het wel 34, of niet? Volgens mij is het niet 34. Ja, ik weet het niet. Het wordt spannend. 5, 8, 11, 13, 16, 19. Het is niet 34. Maar het komt al aardig in de buurt. Oeh, 30. Oké. Nou, dan kunnen we toch wel het dak goed mee vullen. En we kunnen ook gewoon altijd zien of het klaar is, hè? Dat is wel handig. We zien er gewoon vanaf beneden. Oh, dat ziet er wel grappig uit, ja. Ja. Oké, we gaan naar boven. We moeten deuren hebben, want het is super veel te gevaarlijk. Oké, deur. Deur. Oh, hier kunnen we nog niet stekken. Wauw. Ploep, ploep. Wauw, wauw. Wauw. Ja. Heb jij er iets mee te maken? Hey! Ga nou eens ophouden, hè? Weet je, mijn dorpsbewoners. Weet je, zitten aan betasten. Gaan we naar binnen! Jongens, ga naar binnen! Oh mijn god, gaat het? Oké. Jongens, niet buiten slapen. Er zijn heel veel gevaarlijke mo.
Hij zit te rennen, die creeper. Het zijn gevaarlijke monsters. Het zijn gevaarlijke monsters. Pas op, hè. Ik help, guards. Graag gedaan. Chat. Oké. We gaan naar huis. En dan gaan we de dingen planten die we aan het bouwen waren. Beter gaan we eerst even slapen, want we zijn nu toch bij ons huis. Zo. Oh, mooi. Iron. Ja. Allemaal erin. Laat rusten. Oh, daar staat die gast. Ik ga zijn naam raden. Brighton. Nooit aan kunnen denken. Nee, echt niet. Ik had echt geen flauw idee. Oké, Brighton. Fijne dag nog. Ik ga naar mijn huis. Waar is mijn huis? Je kunt hem toch wel goed zien? Ja, ik zag hem daar. Mooi. Ik kan niet wachten tot we echt een hele grote stad hebben. En dat we zo terugkijken naar dit moment. En dat dit gewoon lang geleden was. Dat lijkt me echt vet. En dat ik denk van, oh ja, toen dacht ik ook al van, dit zou lang geleden zijn. Hè? Oké, zij vindt dat leuk. Ik hou ervan als je zo spreekt. Je ziet er goed uit. We zitten te flirten met iemand. Dat is onze toekomstige vrouw. Blijf daar, loop niet weg, want ik kan wel voor me zien dat jij me vermoordt of zo, dus dat wil ik niet. Zo, onze prachtige deur. Hier zo is die goed, maar hier zo is die super raar. Ik snap dat niet. Het is 1.7, hè, maar ja. Ik ga... Nee, dat ga ik niet doen. Jawel, jawel, ik ga... Boven ga ik eventjes dit goed planten. Ik vind het echt een heel fijn huis. We moeten het ook nog inrichten binnenkort. Zo. Weet je wat stom zou zijn? Dat we zand te weinig hebben. Zo. Kijk. Oh wacht, nu moeten we water doen. Ploep. Oké. En dan nog een paar emmertjes. Ja. Oh shit. Niet aan gedacht. Oeh. Ik heb een oplossing. En ik denk dat dat ook wel leuk is. Omdat dit zeg maar zo'n bovenverdieping is. En gok maar wat ik ga doen. Ik denk dat ik het gewoon ga doen. En dan zullen jullie moeten gewoon moeten zien wat ik doe. Oh, is echt dom. De uitleg. Ja, dit is het eigenlijk. Dan komt het water er volgens mij niet doorheen. En het lijkt ook... Het is ook knusser op deze verdieping. Snap je? Ik vind het alleen spannend of het geen lightning bug gaat veroorzaken. Zo... Kan er nog wat hout vanaf? Ja. Zo. Hier zo. Prachtig. Slaps. Oké. Ik kan niet wachten tot ik niet meer verkouden ben. Want dan praat ik ook lekker, vind ik. Kijk, ziet er goed uit. Ja, hè? Is ook een knus. En zo. Oké. Wat doen we? Hier zo water pakken. Naar boven. Lopen. Zo. Oh, wacht. Goed zo. Hier is het een beetje raar in de hoekje, maar dat maakt niet uit. Komen we bijna nooit voorbij, dus ja. Ja. Ik ga... Oh, ik moet niezen. En ik begin te huilen omdat het niet lukt. Dat is echt super dom. Ik vind het super raar. Ik ga even op pauze doen. Oké, ik ben er weer. Het was niet gelukt, het niezen. Maar goed, ja, soms moet ik gewoon... Als ik verkouden ben, gewoon eventjes mijn momentje. En dat is vervelend. Want in de klas, als je neus dan helemaal vol zit... En je zit daar gewoon de hele tijd zo... Dan weet je dat iedereen er last van heeft. Maar ja, dat is zo vervelend. Sorry. Oké, we gaan sugarcane planten. Ik hou dit zo, stromend. Zodat als we alles hebben... kapot gemaakt en dingen vallen in het water, dan gaat het automatisch naar hier. En dan kunnen we het hier zo gewoon oppakken, in plaats van door heel dat ding te lopen. Snap je? Handig, hè? Jammer dat we dan wel de hele tijd het stromende water horen, maar ik denk als je dat lang hoort, dan negeer je het wel vanzelf. Zo werkt dat gewoon, hè? Oké. Ploep, ploep. Nice. Ik ben trots op dit huis. Echt waar. Oké, wat nu? Wachten tot het groeit. Het is ook net of mijn huis haar heeft. Dat is super geniaal, vind ik. Oké. Gaan we het nog inrichten? Nee, hè? We zijn al best een tijd bezig. Het enige wat ik nog ga doen... Ik ga nog een beetje farmen. Dat is wel gewoon fijn. Oh, hier is iets. Oh, was bijna niks. Wel iets. Is een klein gat, maar goed. Hè? 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 Ik wil nog eventjes aan jullie de crafting recipes laten zien ook. Van de ring en de monarch kleren.
die je aan zou moeten doen om monarch te worden. Dus daar kunnen we dan voor sparen. Ik denk dat ik zo meteen hier in deze wereld een beetje ga minen. Zodat we alvast spulletjes hebben die we kunnen gebruiken voor dingen. Oké? Oké. Maar dat gaat nu nog niet gebeuren. Die farm is gedaan. Nou, deze. Die zit volgestampt met wortels. Zo. Ik denk telkens dat dat paard een hek is, een heks is als ik hier loop. Zeg stom. Ik zeg een heksie. Ja, moet je gewoon snappen. Ja, ik weet dat er mensen zijn die het niet snappen en dat is gelijk heel ongemakkelijk. Van die ongemakkelijke stiltes, hè, is heel vaak wel ongemakkelijk. Ja. Net zoals deze. Dat is ook zo'n ongemakkelijke stilte. Een goede dag, Robin. Wat heb je zo wel uitgehaald? Ik heb je al een tijdje niet meer gezien. Austin. Oké. Leuk. Ik heb gehoord dat anderen hetzelfde zeggen. Ja, ik zei gewoon goeiedag, dus het kan best gebeuren. Dat anderen dat ook zeggen. Hè? Jackson! Mijn goede vriend. Ik maak echt met iedereen vrienden. Joh, gewoon soms is een beetje kletsen. Oh, ik ben gewoon zijn beste vriend. Dat gebeurt wel niet snel hoor. Voor mij is dat echt een hele prestatie. Iemands beste vriend zijn in een videogame. Haha. Dat is ook wel heel zielig ook. Ah. Kom goed. Oké, dat was het. Hopelijk. Oh, John, die woont bij mij. Oh, Penny. Penny. Hoi. Ha. Je bent zo schattig. John. Hallo, vriend. Hey, John. Hoe gaat het? Uitgaand, hè? Chat. High five. Oké. Ah, John, dat is toch een goeie vriend? Haha. Knuffel. Ha. Heb je Smarter gezien toen je ging minen? Nee, maar als ik ze zie, dan geef ik ze aan jou, John. Want jij bent een vriend. Oh, ik zie daar iets in de verte. Een of andere farm. Oh, ga ik niet doen. Ik heb er geen zin in. Oh, nog meer. Jezus, niet gebeurd. Niks gezien. Hopelijk vond je deze video leuk. Laat dan alsjeblieft een like achter. Abonneer op de geweldige kaas. Voor meer. En ik wil nog iets kleins doen. Dit is echt voor de liefhebbers die super graag nog eventjes kijken. Dit is hoe ik mijn tuin versier. En ik zeg voor de niet-liefhebbers alvast tot ziens. Zo, dit doe ik eventjes. Zo. Een beetje kapot knippen. Zo. Kijk, en dan heb ik wat bladeren. Die kan ik dan gebruiken. Voor. Oh, wacht. Deze hak ik even, want dan kan ik meenemen. Dat is handig. Kijk. Die bladeren neem ik mee. Dan ga ik in mijn huis doen. Let op wat ik daarmee doe. Ik denk dat het wel een beetje voor de hand ligt. Daar, 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 daar. En eigenlijk gewoon om heel mijn huis heen. Dat is waar het op neerkomt. En dat geeft wel een leuke sfeer, denk ik. Zoiets. En dan dit. Is toch leuk? Ik vind dat wel leuk. Het heeft iets moois. Hé, hey Bert! Of ja, Octo. Hè? Ik heb een geschenk. Eten. Ik ben een goede vriend, zegt hij. Oh jongens, ze mogen mij! Yes, Brighton! Brighton! Gaat het? Ik heb een geschenk. Een blaadje. Oké, sorry. Even op de trommel. Oké. Hopelijk vond je deze video leuk. En echt, tot ziens. En now for reals. Heb betaal.